Wat vind je nu eigenlijk van die dieren? Ja, ik vind ze wel leuk. Ze zijn een beetje slom, hè? Waar zit hij? Nee, daar zit hij. Kijk eens. Wauw. Ja, maar het probleem is, Wouter is cameraman. Ah ja, dan is dat natuurlijk wel. Ja, gewoon niet aanstellen. Dat hoort er een beetje bij. Dan. Ja. Is dit de schippersvrouw? Ja, hij is goed schippersvrouw. Ja? Tijdelijk. Absoluut geen kwartier. Okay. Ze zijn zo zeldzaam te vinden. Ik kan niet lachen, maar het is niet heel lastig. Ja. En terecht, je bent nog gek als je schippersvrouw wordt. Ja, echt waar? Ja, hij is steeds lang schippersvrouw geweest. Ja. Dat is een keer waterspeelgoed voor jongens. Dat is zijn eigen kist en dit is voor paps. Wat zit jouw speelgoed in? Ja, dit goed is, maar dat is de rest van de buurt gedragen. Mooi, ook een klein stoelje. Ja, leuk hè? Goh, dat is nice. Bij mij was hij de Pipi van Klein. Ga maar even naar mama kruipen. Ja, maar hij vindt jullie veel leuker dan mama. Nee, hij vindt het speelgoed veel leuker. Nee, mama, let op. Zie je wel, dat mag het zo. Oh, hij gaat me de hem pakken. Maar we moeten een speeltje hebben. Hij gaat mijn hand opeten. Hij zat ons te filmen. Ja, heb je hem gefilmd? Ja, soms. Ah, oh, dat is wel heel leuk. Op het moment dat je er niks van hem merkt, dan gaat hij filmen. Ha! Er zit toch niks in. Nou, ben je gul, zeg. Je moet hem iets geven waar wel wat in zit. Oh, maar dan maakt hij het kapot. Ik heb thuis ook een camera en er zit nog geen bandje in. Dus ik heb het nog nooit gedaan. Mag zij even filmen? Ja, R-E-C, boven me. Ik R-E-C. Eerst ga ik jou even filmen en dan hè. Vertel me, wat je, hoi Wouter. Vertel me wat je doet, Wouter. Je mag de commentaar bij geven. Ik zie. Nou, wil je even kijken? Kom aan. Je moet hem. Je Wouter filmen. Ik denk dat je moet hem zo vasthouden. Kijk. Ik zit er met één hand zo. Ja, geef me met twee handen vasthouden. En gewoon doorheen kijken alsof het een verrekijker is. Wat voor schip heb je zo vaak, Wouter? Ga maar even zwaaien met Suzanne. Ah ja. 4 meter buiten. Maar je mag niet heel te lang. Mag wel een 2 minuutjes. Hoe langer ga je dat? Ja, we maken maar wat leuks van. Je mag praten. Ja, dat gaat heel goed. Je mag gewoon weer praten hoor. Ja, jij ook, Paul. Ga je Hallo, Paul. Hallo, Paul. Senior, jij wilt koffie? Ik wil koffie koffie. Tommy. Jij kan wel ook graag in beeld. Zit daar de hond bij? Ja, dat is de hond. Dit is de hond. Helen. Helen. Oh, hij pakte de afstandsbediening. Ja, moet je hem toch daarboven opleggen. Oké, dan leg ik hem op. Maar ik haal dus leg, omdat hij steeds van alles pakt. Leg hem wel hier. Ik ben gescheiden. Ja. Tegenstel dat jullie allemaal ben ik. Ik ook, hè. Maar ik heb ook een kijk eens naar zijn mutsje. Inmiddels, het is de moeder van hem. En dan wij zijn hier de enige saaien. Het is een mutsje? Oh ja, daar. Het is een mutsje laten liggen. Lastig, die is toch mijn kind. En ik heb nu... Hallo. Hallo. Veel tijd hebben. Dan zit hij eigenlijk altijd. En als ik ze wil hebben, dan komt hij. Papa heeft gekke toverdingen in. Wat zei? Papa heeft gekke toverdingen. Mijn vader heeft gekke toverdingen. Dat je dan op de lens moet zitten en dan kan je. Dan maak je een foto en die zit er dan in de camera. En dan kan je door die foto heen kijken. Oh, gek. Als ik hem wegbreng, dan kijkt hij nooit in waar ik ben. Hé, sorry. Als je komt, hè, maar als je gaat, dan. Hallo! Die mensen hebben een mooie.
daar in het huis in de Oost. Ja, ik vind het ook heel leuk met de andere twee. Nou ja, wat gewoon was het? Het Drentse Gedruis. Ah, dat is mooi. Een beetje dit idee. Ja, dat is een gedruis zien. Als Max een Drentse portret? Grotere beter. Ja. We gaan meteen opeten. Ja. Dat is, hoe dan ook. Help me. Dat is een rashond gewoon. Het is geen vuilnisbak. Nee, hij gaat de berg met de nummer. De eerste hond is ook de Tom is heel gevaarlijk, maar die kan je echt opeten. Echt? Loopt het weer? Eens kijken, wat getalletjes. Ja, ja, loopt nog. Ja, zo snel. Ik zou het hebben. Heel leuk. Mag nou geen enkele hond in Arctis of mag hij alleen niet als hij zo klein is? Geen enkele hond. Nee, als hij wel als hij klein is, denk ik. Is dat van denk? Ja, dat graag. Ja, nee, die gaat natuurlijk tegen de leeuwen gaan blaffen hoor. Dat weet je nooit. Nee, mijn zus wou een artis die jaren. Ja, Tommy. Rustig. Hij kan niet tegen een berg op klimmen. Nee. Gezondheid. Ik had het ondergehaald, hè. Zo, ja. Mag ik even van... We zijn begonnen op de groep. Kan Tommy even uit de weg? Dan kan ik even hier... Tom even uit de weg? Ik ga lopen, cameravrouw gaat lopen. Misschien een echte interview maken. Dat doe je net. En voordat we ons afvoeren, zullen we stoppen en zijn we hier niet zozeer. Wat vind je van de doodgezonken? Nee. Ik wil hem uit, dat is niet lekker. Hiervoor. Nou, daar moest je niet van ons nog bezig uit. Dat doen we niet altijd. Dus een weekendje vrij, een beetje wasmachine, drogers, wasrekken, dweilen. En andere. Wat hebben jullie nou gekocht? Nee. Een afwasmachine of zo? Nee, kwam er pas net aan. Nee, niet meer. Luc had een wasmachine over. Oh, Luc. En ik Paul wilde natuurlijk een wasmachine. Ik ben voor het appartement, zeg maar. Dus dat vandaag krijg ik niet gestoord. Koelkast hadden we al, Elion heeft een slasverhuis hebben we al, en dan moet nog een douchebak, ja, en nog een toilet, een wasmachine, een spoelbak, en dan zijn we Wouter, er. Wouter, we hebben de weer vergeten als je wat wou drinken. Nee. Het. Oh ja, dat wou het ook niet. Nou, dan valt het mee. Maar dan moet je nog even een wc in het bouwen, want dat leek niet goed. Dat is bijna klaar. Kan ik jou denk ik optillen? Zo'n wc op moet staan, die is klaar. Kan de wc nee, hou op! Nou, een pijpje in de achterkant. Nou, dit is het bandje wordt bijna klaar. Ik weet niet. Dit is bijna klaar. Mag ik even kijken? Nu mag Wouter nog even, dan gaat het dicht. Dan is er een heel bandje vol met... Nou, die haal je 10 euro bij zo'n slopende wasmachine. Oh man, ik heb een aardig, precies de goede aardig. Oh, Suzanne. Perfect. Straks doe je eerst de douchekraan aan. Lekker. Hé Suzanne, waar zit je op school? Ik zie me, hallo. Hallo. Ik vind die oranje douche ja, mooi. Ja, mooi hè. Het is ijzer. Lood mee niet. Hoe gaat het dat goed? Ik heb van die... En wie is de staafel in de klas? Van die perspex. Jawel. Heel dun. Jawel, die, dat is een hele goede. Opgeplakt met roestvrijstalen schroefkastje. En de rest zijn aluminium profielen. En zit er verder leuk in de papa, stil! Ja, dat is eigenlijk... Er is alles geloond, meen je niet? Om voordat ik ging plakken, dat jij... Wat is jouw hobby? Zo leuk, dat is jouw hobby. Ik denk, dat doe ik weer. Wat mijn hobby is? Ja. Dat heeft het voordeel dat je een paar paardrijden. Als je gaat tekenen, dan gaat zo'n schip werken. Zit ik ook op. Dan springen al die tegeltjes stuk. Wat is dan? Dat is een wil jij nou liever op een huis wonen of een boot? Gaat hij draaien, huis. Dan kun je die teeltjes niet draaien. Oh? Nou. Wat altijd bij Paul wonen, denk ik. Word jij ook cameraman? Ja. Aardige jongen begon bij wonen, denk ik. Wat belangrijk, hoor. Hoeveel broertjes heb je? Hij is een specialisatie. Drie broertjes. Ik zit voor drie broertjes. Ja, we allemaal... Ja. En... Nu ga ik even... uit aan de camera. Nu ga ik Timmy even... Tommy. Klein rampje. Klein rampje. Ja! Een klein rampje. Ja, je houdt je vader nog steeds goed bezig. Ja, zit zo heel dichtbij. Ja. Dat is
lijkt wel heel dicht. Hé, een sokje. Jawel, we hebben nog... Oeh, niet om mijn pup. Het bad doen vast. Hij vindt het leuk. Maar is dit, ben je met deze camera ook professioneel werk? Nee, dit. Dit is echt wel van de lolcamera. Ja. Maak maar even schaaltje. Hij doet het soms ook. Hij heeft één keer tv, de Russische tv, de Duitse tv gedaan. Ja? Oh, meneer de rondbak. Ja? Hallo. Hallo. Wouter en Suzanne. Houden jullie van dit? Ja. Jij ook? Ja. Papa, moet ik nu op het rode drukken? Moet ik nu op het rode drukken, papa? Moet ik nu op het rode drukken? Ja. Ja, zet, ja? Moet hij uit? Ja. Oké, okay, geef maar. Rode. Dankjewel. In de auto. Dan alleen maar een beetje over elkaar handjes kunnen wrijven. Maar het is wel een film uit 2000 of zo. Dus het is niet heel actueel. Het is niet te koud voor die kleine zo, met deze toch? Nou, even. Gaat het? Hij zit tegen een warme boek. Ja. Heb jij die film al gezien, Wouter? Divine Intervention? Waar gaat het over? Over twee Palestijnse geliefden. Ik geloof het op televisie. Nee, hè? Op de bioscoop. Welke draait hij dan? In Rialto en in Bellevue. Kijk, hier konden ze dan in. Papa! Ik ben er niet. Je bent er wel. Zit je dus stout te doen? Au, hé, Wouter. Moet je ook?